Ik heb welvaart gekend en armoede. En dat moest iedereen meemaken. Dan weten ze waar armoede is. Chef Van Dun, ooit eigenaar van een textielfabriek in Goorlen, gooide het roer ineens 180 graden om en transformeerde tot Neandertaler. Levend in een bos in Vessem met 14 apen, zonder wc, stromend water of elektriciteit. Het maakte Jan Smulders uit Diezen zo nieuwsgierig dat hij een boek over hem schreef. Nou, dit is nou het terrein waar Chef in de natuur woonde. Dit is er nog van over, 22 jaar na zijn overlijden. Daarginds stonden twee caravans waar hij nog enkele jaren in geleefd heeft. Hoe hij van fabrikant zo'n mens in de natuur heeft kunnen worden. Hij was geen zwerver, hij was geen kluizenaar. Hij leefde gewoon autonoom in de natuur. En die overgang, daarvan vroeg ik me af van wat is dat nou? Oh, hier ligt iets, zie je? Nou kijk, na 22 jaar, eigenlijk nog helemaal intact. Nou en zo stond de helling eigenlijk vol met zulke beeldjes. Mooi toch? Chef leeft voort. Chef is niet dood, hij leeft voort. Dan zie je daar, achterin, daar stond in 1972 de touringcar waarin zijn apen verbrand zijn. 14 apen verbranden levend in die touringcar. Nog voordat het misging met zijn apen stond Chef ook bekend als apenboer. In die tijd waren apen houden, was een rage. Maar een aap kun je niet houden, dus kwam iedereen die een aap had, die bracht na een paar maanden die aap bij Chef. En Chef die nam die apen maar in. En ondanks dat hij zo'n markante verschijning was, was hij erg geliefd in het dorp. Hij woonde alleen, maar hij kon niet alleen zijn. Hij zocht mensen op. Hij had ook een enorm netwerk in Vessem. En het mooie was, hij stonk, hij waste zich nooit. En ondanks dat hij stonk, kon hij overal binnenkomen. En dat is wel het mooie conclusie die je kan trekken. Hij werd in Vessem, ondanks dat, werd hij omarmd. Vessem hield van hem. Jan heeft zelf ook wat geleerd van hem. Dat je ook zo kunt leven. Dat we ons misschien ook allemaal wel te druk maken om het materieel om ons heen. En dat we ook op een andere manier gelukkig kunnen zijn en met heel veel minder. Dit is hier de Calvariberg, die Chef kort nadat hij hier was neergestreken, heeft gegraven. En toen zijn berg klaar was, pakte Chef een kampeerstoel, zette die hier neer. Later spelen erbij op accu, er was geen stroom. En dan zat Chef te genieten, uitkijkend over zijn landgoed. Ik ben gezond en dat is de grootste rijkdom die ik heb. Ja, dat is toch.